Het is nog steeds onduidelijk waardoor de brand is ontstaan die op oudjaarsavond twee basisscholen in Uden verwoestte. Ruim 300 leerlingen zijn in één keer dakloos geworden. We gaan naar Uden toe. Daar staat voor ons verslaggever Alice van der Plas. Alice, wat gebeurt er nu achter jou precies? Nou, inmiddels is het schoonmaakbedrijf gearriveerd en mensen proberen eigenlijk gewoon nog te redden wat er te redden valt. Daar zitten volgens mij ook leerkrachten van de school bij. Er staan afgebrande bureautjes en kastjes op het schoolplein en je ziet dat ze de laadjes aan het doorzoeken zijn om te kijken of daar nog iets in zit wat ze kunnen meenemen, wat belangrijk is voor de school of voor de kinderen. Er is ook nog een deel van het gebouw wat nog redelijk toegankelijk is en ook daar zijn ze aan het kijken of ze toch nog wat spulletjes kunnen redden. Ja, nou is toch de grote vraag, einde van de kerstvakantie in zicht. Waar moeten al die kinderen vanaf maandag naartoe? Nou, er zijn lege lokalen gevonden, verspreid over verschillende scholen. En burgemeester Hellegers, die heeft natuurlijk tot op het laatste moment contact gehad met de verschillende schooldirecteuren. Dus ik ga even aan hem vragen hoe het er nu mee staat en of alle kinderen maandag inderdaad weer naar school kunnen. Zoals het er nu eruit ziet, kunnen de kinderen inderdaad maandag weer gewoon naar school. En weten de ouders ook al een beetje naar welke school ze dan toe moeten met hun kind? Nee, dat nog niet. De schooldirecteuren zijn vanmorgen aan het bekijken welke lokalen precies leeg staan. Maar ook hoe het dan moet met vervoeren, voor welke kinderen vervoer nodig is. Het eind van de ochtend is er overleg met de gemeente. Daarna gaan de scholen met de ouders communiceren. Want die moeten natuurlijk als eerste weten waar de kinderen naartoe moeten aanstaande maandag. En dan hopen het plaatje in de loop van de dag maar rond te hebben. Dus de ouders zullen vandaag daar wel duidelijkheid over krijgen? Ik verwacht dat die duidelijkheid er vandaag zeker komt en er komt een oplossing. We zien nu dat mensen van alles en nog wat uit de school aan het dragen zijn. Meubeltjes, stoelen, tafels, kledingrekken. Is dat het enige wat gebeurt vandaag? Of komt er ook nog een technische recherche kijken? Wordt er misschien ook nog verder gesloopt of opgeruimd? Nou, er is gisteren nog gesloopt, een stuk van de school, omdat er weer rookontwikkeling was. De technische recherche is druk bezig met het onderzoek. Ik zie ze op dit moment niet, maar ze proberen de oorzaak van de brand natuurlijk wel te achterhalen. En dat zullen de werkzaamheden deze dagen wel zijn. Maar er is nog eigenlijk geen idee van hoe het nou is gekomen, hè? Nee, kijk, je eerste reactie is, en dat zegt iedereen, het zal wel vuurwerk zijn. En dat is op zich natuurlijk ook wel aannemelijk. En ik weet dat er op dit moment al wel allerlei verhalen de ronde doen daarover. Maar of dat de echte oorzaak is, is nog maar de vraag. Alleen wil ik natuurlijk wel mensen vragen die iets gezien hebben, dat wel te melden. Want dat is wel belangrijk voor het onderzoek. En wat is nu de rol verder van de gemeente en u als burgemeester? Wordt het nu rustiger voor u of krijgt u nog gewoon een heel druk weekend? Nou kijk, rustiger op zich wel, omdat nu de eerste nood geledigd kan worden. De mensen in de appartementen daar konden gisteren gelukkig weer terug. Voor de kinderen zoeken we een oplossing, die zullen we vandaag vinden. Maar ja, de vraag is natuurlijk de komende weken van hoe moet het daarna? Want ja, als je deze school ziet, scholen moet ik zeggen, ziet, dan kun je wel bedenken dat je daar de komende tijd niet in moet gaan of niet in kunt gaan. De scholen zullen waarschijnlijk toch wel afgebroken moeten gaan worden. Er zullen nieuwe scholen gebouwd moeten gaan worden. Ja, daar gaat wel enige tijd overheen, dus we moeten vooral de komende tijd gaan kijken naar de vraag waar moeten de scholen dan gehuisvest worden, dat ze toch zoveel mogelijk bij elkaar zitten. Ja, en dat zal natuurlijk nog wel even de nodige tijd gaan kosten om een definitieve oplossing te vinden voor de basisscholen Jan Bluizen en de Brink hier in Uden.